Het is vrijdagochtend. Het is november. Nee, het is al vrijdagmiddag. Zo, wat gaat het weer hard als je er lol in hebt. En lol hadden we erin. Vanaf 6 uur vanochtend. Ja, dat was wellicht wat minder. Maar om 7 uur anker op. Onder de Zuiderduintjes. Zuid van Rotterdam-Roog. En toen buitenom. Boven Rotterdam Plaat langs, boven Simon Sand langs en het oostpunt van Schiermonnikoog naar binnen. Daar hebben we even tij gestopt en nu zijn we de eilanden Ballig ingevaren over de vloed. En we hebben net het anker erin gelegd in de eilanden Ballig op weg naar het Willemsduin. En hier zien we Drifter 22 Salvator, die ook naar binnen vaart. En u zal zien dat zij ook net als wij vrij snel tot een full stop zal komen. Want het water is op. En dat was precies de bedoeling, want er komt alleen maar meer water. Anker wordt gepresenteerd. Oh, pardon. Het anker wordt overboord gesmeten. We wachten even tot er voldoende water is. Dus even kijken waar onze andere metgezellen varen in dit prachtige grijze wat. Ik zie daar een longboot aankomen. Longboot Brave is daar. Net bij ons aan boord geweest voor een klein koffie. En in de verte zie ik daar aankomen Coaster Zandloper met Rob Moot, de penningmeester en KDE ex-officier. En daar zien wij ook nog aankomen, dat is altijd een leuk plaatje, dat is vriend Peter Kiers, de man van de Rookover in zijn bakskist. En die hij heeft toch altijd wel zin in met zijn kleine coaster. Dat is de ex-Zeesot. Een befaamd schip van zeezeiler Joop Bliekman. Prachtig hoe die erin knalt altijd. Op zo'n manier is een coaster echt een verlengstuk van je. En is een soort speeltje geworden. Die gewoon alles doet. Je hoeft maar eventjes te gaan verzitten. Of ze roeft op. Of je tilt een been op. Ik bedoel, bij wijze van spreken, en ze doet iets. Peter heeft het echt helemaal geperfectioneerd. Kijk hoe ze eraan komt knallen. Hij weet waarschijnlijk dat het hier vrij ondiep is. Dat hoop ik in ieder geval voor hem. En voor zijn roer. Oh! Hij heeft daar een speciaal versterkte roerconstructie voor bedacht. Dit is de oude zeezot van Joop Bliekman. Ooit omgekieperd in de Blauwe Wallig. Echt één. Maar zo te zien heeft deze 1979 coaster daar niet onder geleden. Ze gaan op als een speer. En daar zie ik. Want anker lijkt het. 7,5 kilo imitatie Bruce gaat toch aan de hand. Maar de oplettende opstapper grijpt doeltreffend in. En alsof het nog niet genoeg is, daar. Het Longboat Brave. Probeer, oh, dat is een handige
manoeuvreren daar met dat... Oh, sorry, ik ben er even kwijt. Met dat fokje. Vanuit de Kuip wordt de fok gestreken. Aangehangen fok. Diep gereefde longboot. Je ziet het een prachtige kleurige grijs. Combineren prachtig met het diep zwart van deze McNulty longboot. Hij steekt fluoriserend af tegen de Musto HPX Ocean Technology pakken. Want de schipper heeft het nog geen moment koud gehad. Dus even kijken of we op zijn van oor naar oor grijzende gelaat kunnen inzoomen. Nee, hij heeft ze verstopt achter de diepgereefde grootzaal. Alsof hier thuis hoort. Hier wordt het zwaarst gebruikt als putval. En Bruce gaat één ding doen. Gaat graven. Alles in orde, ziet ze. Alles in orde. Oké. Okay. Ja, als je geen hydraulische sputpaal hebt, dan moet er af en toe wat spierkracht aan te pas komen. Even kijken, we missen nog twee coasters. Daar zien we coaster Zandloper in de verte. Ik weet niet of hij kijkers zichtbaar is. Ik zie hem wel, maar... Oh ja, daar. Coaster Zandloper. We komen zo bij je terug en heel in de verte zien we daar nog Coaster Zilt aankomen die even een warm middag had bereid hebben in het zeegat van de eilanden Ballag tussen het Simonszand en de oostpunt van Schiermonnikoog. Dit is Drifter 22 Doeltje Bella onder de oostpunt van Schiermonnikoog. Drifter 22 Doeltje Bella.